Ik wil het met jullie hebben over de Franse film Portrait de la jeune fille laveur. En dit is een bijzondere film van de regisseuse Céline Sciamma. Zij heeft inmiddels al 4 films op haar konto staan. De eerste 3 films zijn interessant, want het zijn alle 3 coming-of-age films. En daar wil ik het eerst over hebben. Laten we beginnen met de eerste film die zij gemaakt heeft, haar debuutfilm. Dat was Water Lilies. En hierin volgen we 3 jonge meiden. Ze doen aan waterballet. En ze hebben alle 3 verschillende seksuele geaardheden en gaan er ook alle 3 verschillend mee om. Interessante film. Haar tweede film is de film Girlhood. En hierin volgen we een zwart meisje die opgroeit in de banlieues. En ze wordt gepest en besluit om bij een gang te gaan. En met alle gevolgen van dien. En dit gaat ook over etniciteit. En haar vorige film, haar derde film, ging over een jong meisje, 10 jaar oud. En zij besluit om zich voor te doen als jongen. Deze film heet Tomboy. En het grappige is dat haar omgeving dus niet doorheeft dat het een meisje is. Maar goed, we gaan het nu hebben over haar vorige film, haar vierde film. En dit is de film inderdaad, zoals ik al net zei, Portrait de la jeune fille laveur. Oftewel, Portrait of a Lady on Fire. Dat is de internationale titel. Oftewel, een vrouw, een jonge vrouw die in brand staat. Zowel letterlijk als figuurlijk. En wat maakt deze film nou zo bijzonder? Nou, ten eerste wordt er al heel snel gezegd, dit is een kostuumdrama. Tot op zekere hoogte klopt het ook wel, maar als je denkt aan kostuumdrama's, dan denken mensen toch vaak aan Britse kostuumdrama's, aan Jane Austen verfilmingen. Alleen, wat maakt deze film nou zo anders ten opzichte van al die beroemde kostuumdrama's die we al kennen? Hierin is geen man te zien. De man is afwezig. We zien 2 jonge vrouwen. 1 vrouw wordt uitgehuwelijkd tegen haar wil. Ze wil absoluut niet uitgehuwelijkd worden, maar om uitgehuwelijkd te kunnen worden, moet ze geportretteerd worden. Maar hoe doe je dat als zij dat niet wil? Nou, wat ze hebben gedaan? Een andere vrouw is zogenaamd een gezelschapsdame, maar wat ze niet weet, zij moet haar stiekem gaan schilderen. Maar dan wel aan de hand van herinneringen. En toch groeit er iets bijzonders op tussen die 2. En dit klinkt inderdaad als een feministische film, want het zijn 2 stoere, onafhankelijke vrouwen. Maar ja, het speelt zich wel af in de 18e eeuw. En in de 18e eeuw moest het woord feminisme nog uitgevonden worden. Dus dat maakt die film zo interessant. Maar wat echt interessant is aan deze film, en nu gaan we even een stukje duiken in de wetenschap. Want in de wetenschap is er een term, die wordt in de kunstwereld veelvuldig gebruikt, namelijk de gaze. En dan heb ik het niet over G-A-Y-S, maar over G-A-Z-E, gaze. De blik. En wat bedoelen we hiermee? Nou, als we het hebben over de film, dan wordt er vaak gesproken over de male gaze. Dit heeft namelijk te maken met het feit dat nog steeds op de dag van vandaag, 2020, de meeste films worden geregisseerd, gefilmd en geschreven door mannen. Heteroseksuele mannen. Daar is op zich niks mee, alleen ja, die kijken toch vaak naar vrouwen op een bepaalde manier. Vaak op een objectiverende manier. Denk bijvoorbeeld aan Marilyn Monroe. Wat zien we hier? Nou, Marilyn Monroe wordt natuurlijk vaak afgeschilderd als seksbol. Eigenlijk ja, teruggebracht naar een object, namelijk een seksueel object. En dat is dus iets wat we veel zien gebeuren in de film. Maar we hebben ook zoiets als de colonial gaze. Dit zien we vaak terug in schilderijen van een paar eeuwen terug. En ook nog wel van recent. Namelijk hoe verschillende etnische minderheden worden afgeschilderd als exotisch of als wild. Namelijk, ze zien er prachtig uit of ze zien er eng uit. In ieder geval zoals wij het graag als zeg maar, westerse mensen willen zien. En dat heeft ook te maken met macht. Want wat is nou het probleem met deze gaze? Nou, het probleem is dat, zoals ik al zei, het heeft te maken met macht. Degene die geschilderd is, heeft geen macht, wordt geobjectiveerd. Wij hebben de macht. Maar gelukkig is er een uitzondering. Namelijk een beroemd schilderij van Velázquez uit de 17e eeuw. Nou, en als we goed kijken naar dit schilderij. Dit is namelijk een schilderij waarin in eerste instantie, het heet trouwens Las Meninas. En als we kijken, dan denken we, nou, leuk schilderij. We zien een prinsesje met een paar kamermeisjes eromheen. Typisch 17e eeuws. Maar, als we goed kijken, dan zien we achter haar een spiegel staan. En in de spiegel zien we de koning en de koningin. En die kijken ons aan. Dus hier gebeurt al iets geks. Want eerst heb jij de macht en vervolgens word jij terugbekeken. Maar het wordt nog gekker, want daar links van zien we Velázquez, degene die dit schilderij heeft gemaakt. Maar wat zien we hem doen? Hij kijkt naar ons en hij staat eigenlijk op het punt om ons te gaan schilderen.
Dus wat we hier zien gebeuren is een soort wederkerigheid. Er wordt een soort gelijkwaardigheid gecreëerd met verschillende soorten gezen, zullen we maar zo zeggen. En wat maakt dit nou zo bijzonder? Nou ja, dit is eigenlijk de link in de conclusie die ik wil trekken naar de film Portrait de la jeune fille en feu. Want hierin zien we dus inderdaad dat de twee dames op een gelijkwaardige manier naar elkaar kijken. En ook het publiek er goed bij betrekken. Ook wij voelen ons gelijkwaardig. Er is wederkerigheid tussen de twee dames, maar ook tussen wat er gefilmd is en het publiek. En dat maakt deze film zo bijzonder.